Hallo Bart. Hallo en welkom in de vlog. Ja, zoals u ziet ben ik niet thuis. Ik ben dus momenteel aan het werk. Ik ben een bouwwerf aan het fotograferen in Oostende. En het zijn eigenlijk twee dingen dat ik wil bespreken. In deze tijden dat jouw agenda volledig leeg is, of toch zo goed als leeg, is het hebben van een doel op zich wel heel belangrijk. Ik was vanmorgen gewoon blij als ik opstond dat ik iets te doen had vandaag. Ik moest naar hier komen, alhoewel dat ik niet goed weet of dat ik eigenlijk wel mag. Dat is mijn tweede punt waarover dat ik het wil hebben. Ik moest hier een aantal foto's komen nemen. Ja, toch is de basisregel blijf in je kot. En dat maakte van deze dag, vandaag, iets helemaal anders dan de voorbije dagen. Dus ik denk voor iedereen momenteel, het wegvallen van je job, iets te doen hebben, is op zich al een serieus probleem. Want iedere morgen moeten opstaan en zeggen, goh, wat gaan we nu een keer doen? Dat is ook de reden waarom dat ik iedere dag een video maak. Nog een beetje verder doen. Ah ja, als je dus interieurs fotografeert of interieurs in spe, heb ik altijd geleerd dat je alles moet terugzetten wat je het gevonden hebt. Tweede item dat ik met jullie wil bespreken is, ik weet eigenlijk niet, ik heb het opgezocht, maar ik weet eigenlijk niet of dat ik hier überhaupt mag fotograferen. Met heel de corona kwestie. De opdracht is, trek foto's van een bouwwerf, waar wij momenteel mooie appartementen aan het maken zijn. En dat is voor onze nieuwsbrief die op 26 maart vertrekt. Ik heb die mails afgeprint, voor het zekerste. Er is hier ook niemand op de werf. Dus de werf ligt volledig stil, dus ik kom niet in contact met andere mensen. Ik ben tot hier gereden met mijn auto, ik sta hier voor de deur geparkeerd. Enfin, ik kon het niet vinden of dat het mag of niet. Het is niet echt een noodzakelijke verplaatsing. Maar langs de andere kant, ja, is er toch een beetje dringendheid, of hoe noem je dat? Dat de foto's moeten klaar zijn om hun mailing- en marketingcampagne verder te zetten. Dus ja, als jullie het weten, laat het gerust weten in de comments. Alvast bedankt. Ja, het is hier allemaal nog nieuw en wit plakwerk. En aan de ramen hangt er zo'n plastic. Kijk. Zodanig dat het licht hier super diffuus is. Het is een beetje klein voor fotostudio, maar het licht is wel perfect. Ik wil in alles het goede zien. Salut! Ja, de mensen vragen mij ook, amai, hoe dat je in die tijd nog positief kunt zijn. Ja. Ik heb er al een paar video's over gemaakt. Moet ik hier eerlijk zijn, we hebben geen andere keuze. Ja, ik weet dat het slechte tijd is, mijn agenda is ook leeg. Ja, we moeten er gewoon door, hé. Met te zitten zagen en alles zwart te zien, had ook niet. Ik zou een keer naar het toilet moeten gaan, maar...
Voilà, het zit erop. Ja, voor de liefhebbers van Anoushka, morgen is ze terug in de vlog. Beloofd. Ik zou zeggen, bedankt om te kijken vanuit Oostende. Morgen zeker terug van thuis. Ik denk dat ik morgen iets ga opruimen. En, enfin ja, we moeten er samen door. Niet vergeten, blijf in je kot. Als je toch naar buiten komt, houd afstand en handjes wassen. Voilà, tot morgen. Bye bye.